Hallo, ik ben Herman Roelink, 45 jaar, ik woon in Almelo. Ik ben een sportieve, enthousiaste en hele vrolijke echtgenoot en vader. Expeditie Robinson is een programma dat sinds 2000 op de buis is. En dan zie je mensen op een onbewoond eiland helemaal voor zichzelf zorgen, volledig zelfredzaam zijn. In het begin heb ik de indruk was dat nog een stuk zwaarder dan tegenwoordig. Er is iets meer op het eiland te vinden aan eten dan dat het in de eerste afleveringen was. Maar dat spreekt me heel erg aan. Ik zou heel graag gewoon een keer heel terug naar de basis, back to basic gaan. Nou ja, je ziet het, we zitten hier op een hele moderne operatiekamer met een hele dure operatierobot. Ja, dan is het heel lekker om toch ook weer je te realiseren hoe basis een leven kan zijn. Hè? Het komt erop neer dat je gewoon eet, slaapt en onderdak hebt. En dat teruggaan naar die basis, dat doe je thuis eigenlijk nooit. Dus dat maakt Eiland Robinson heel bijzonder. Op deze polykamer, daar doe ik spreekuren. En in de gesprekken met mijn patiënten, daar zijn sociale vaardigheden uiteraard een absolute vereiste. Op het eiland, daar hoop ik met mijn sociale vaardigheden niet alleen mijn eigen expeditie wat makkelijker te maken, maar ook die van de mensen omheen. Wat moeten de kijkers doen om jou een stem te geven? Inloggen op de pagina van expeditierobinson.rtl.nl. Dat doe je door je e-mailadres achter te laten, op te sturen. En dan krijg je in je mailbox een link die je moet bevestigen. En als je een Facebook-account hebt, is het nog makkelijker, want dan is het een kwestie van op de knop drukken. En je stemt op degene op wie je stemmen wil. Op het moment dat je bij de mensen met de meeste stemmen hoort, bij de eerste 50, dan mag je sowieso naar het selectieweekend. En als je daar niet bij zit, heb je nog steeds kans om naar het selectieweekend te gaan. Want er worden nog 50 mensen extra uitgekozen door de redactie van het programma. Dus 100 mensen gaan aan een selectieweekend beginnen. En uiteindelijk blijven er daar nog 4 van over. Dus 1 op de 25 mag uiteindelijk meedoen aan het programma. En ja, nou, daar moet je dan erg je best voor doen natuurlijk. Ben je nog in training of zo? Ja, waar moet je voor trainen? Kijk, weet je, ik ben zelf wel in staat om met heel weinig dingen tevreden te zijn. Ik ben een verzamelaar, een jager, we hebben thuis allerlei dieren. Conditie betreft is er eigenlijk nooit een probleem. Op doorzettingsvermogen heb ik al eens een marathon gelopen, dus ik maak me daar niet zo heel veel zorgen over. Stem, mag met al je e-mailadressen die je hebt, via Facebook en ik hoop tot vanaf het eiland.